Op deze bloemende heeft Bo Wilkes, 37, geen last van somberheid. Integendeel, ze deelt goed nieuws via sociale media. Na drie jaar met afwijkende uitstrijkjes en oplopende papscores is de echte Gooise Moederster nu HPV vrij en heeft ze een PAP1-score behaald. Bo heeft haar gezondheidsproblemen eerder gedeeld en is verheugd om eindelijk een positieve update te kunnen delen. Na twee leasecissies, waarbij vervormde cellen rondom de baarmoedermond en hals werden verwijderd en een daaropvolgende konisatie, een kleine ingreep om een deel van de baarmoeder te verwijderen... is Bo nu opgelucht met het resultaat. Ze benadrukt het belang van regelmatige controles en het bevolkingsonderzoek... aangezien veel mensen het nog steeds negeren. Bo deelt haar persoonlijke ervaring en dringt er bij vrouwen op aan de uitnodiging... voor het bevolkingsonderzoek niet te negeren. Ze wijst op het feit dat 80 tot 90 procent van de mensen het HPV-virus draagt... de veroorzaker van baarmoederhalskanker... En benadrukt het belang van tijdige controles.